Dat er na de verschijning van Johan Cruijff, de biografie anders tegen de voetbalgrootheid wordt aangekeken, komt voor een groot deel omdat hij zijn vrouw Dani Cruijff tijdens hun huwelijk zou hebben bedrogen. Maar voordat hij met haar trouwde, werd de legende zelf het leven flink zuur gemaakt. Door Dani's ex-verloofde. Over gebrek aan publiciteit heeft Anneke Kok, de auteur van Johan Cruijff, de biografie, niet te klagen. Zo ontstond er een hoop ophef omdat Anneke ten onrechte opschreef dat Johan jaarlijks een salaris van 1 miljoen euro van de Johan Cruijff Foundation zou hebben ontvangen, wat hij van de rechter moest rectificeren. Maar er werd ook geschokt gereageerd op enkele spraakmakende passages over het liefdesleven van Johan, die zijn vrouw Dani Cruijff geregeld bedroog. Zelf versleed Dani voor zijn Johan, leerde kennen de nodige vriendjes en was de knappe blondine halverwege de jaren 60 verloofd met Sami Lampie, de zoon van de eigenaar van damesmoedenaars De Vries en Lampie. Verloofd of niet, ook Johan had zijn oog laten vallen op Dani. Toen Dani en Sami hun verloving verbraken, lukte het de toenmalige Ajax voetballer haar hart te veroveren. Als hij bij het gemeentelijke energiebedrijf had gewerkt, had zij nooit zien staan, zegt Bert IJsselbrands, een van Dani's ex-minnaars, in het boek. Ook Sami Lampie, die tegenwoordig goed bevriend is met Johans nichtje Estelle Cruijff, begreep niet van de relatie van Johan en Dani. Volgens hem werd Dani door haar vader, ondernemer C.O.R. Koster, in de armen van Johan geduwd. Het was allemaal om haar vader te plezieren. Pas later zijn ze echt van elkaar gaan houden. Ze gaf ook iets om voetbal. Ik had haar wel eens meegenomen naar een wedstrijd. Ze verveelde zich goed. Ze viel voor klemmen en voor roemen, die heeft ze dankzij Johan gekregen.